Goedendag, mijn naam is Conor Larenberg. Ik ben 27 jaar. Ik ga jullie vandaag een tutorial meegeven in functie van financiële mindset of algemeen mindset, die in mijn persoonlijke situatie waanzinnig veel verschil heeft uitgemaakt. Hoe komt dat juist? Ik ben jarenlang een hardwerkende persoon geweest, heel veel uren geklopt. Ik zat in een situatie waarvan dat ik mijn eigen dag van kijk, ik ben heel hard aan het werken, ik ben goed met een boterham aan het verdienen, maar ik hou eigenlijk niet zo heel veel over, omdat ik eigenlijk met heel veel rekeningen gepaard zat. Ik had ook niet zo heel veel vrije tijd, zoals ik vertelde, ik was ongeveer tussen de 12 en de 13, 14 uur per dag aan het werken. Ik spendeerde niet zo heel veel tijd met mijn kinderen en dan dacht ik bij mijn eigen, er moet iets gaan veranderen, omdat ik dat scenario ook wil gaan veranderen. Wat heb ik dan eigenlijk beginnen doen? Dan ben ik eigenlijk een boek gaan lezen. En die boek die heet Het Cashflow Quadrant van Robert Kiyosaki. Wie is Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki is eigenlijk een auteur die dat de mensen is gaan ontleden, hoe dat zij eigenlijk een inkomen een dag van vandaag gaan maken. Ja. Wat heeft hij bijvoorbeeld tegen mij, of in die boek eigenlijk verteld, is dat we eerst en vooral naar de situatie van mensen moeten gaan kijken hoe dat die financiële situatie er eigenlijk de dag van vandaag uitziet. Wat heeft die persoon eigenlijk mij verteld? En dat was iets dat bij mij wel al eerst en vooral mindblowing was. Waarom? Simpelweg omdat ik op die manier eigenlijk er nooit over had nagedacht. Wat zien we bij heel veel mensen de dag van vandaag, dat die mensen eigenlijk heel veel uitgaven hebben. Uitgaven in de vorm van verzekeringen, eten, huur, lening, een wagen, tanken, vrije tijd, hobby's, sport, wat dan ook. En die zien eigenlijk heel veel verschillende uitgaven. Nu, als we naar de andere kant van dat verhaal gaan kijken en we gaan kijken wat er bij die mensen eigenlijk aan het binnenkomen is, hebben we heel veel mensen, of een goede 75% van de bevolking dat vandaag, die hebben maar één actieve bron van inkomsten. Wat is juist een actieve bron van inkomsten? Is heel simpel. Als jij morgen zegt van kijk, ik wil x aantal euro salaris of inkomsten gaan verdienen, dan moet je daar een bepaalde actie voor leveren. Voor een loontrekkende bijvoorbeeld moeten die mensen meestal 39 uur per week fulltime gaan werken. In ruil daarvoor krijgen die van hun baas eigenlijk een loon terug of een salaris. Een salaris terug. Excuseer. Stel als die volgende maand opnieuw datzelfde loon willen gaan verdienen, gaan die opnieuw dezelfde actie moeten gaan leveren. Het nadeel daar persoonlijk een klein beetje aan, dat vind ik persoonlijk, is dat mensen eigenlijk altijd gaan moeten blijven werken om eigenlijk ervoor te kunnen gaan zorgen dat die hun rekeningen op het einde van de maand betaald zijn. Wat ondervinden ook heel veel mensen, misschien dat u dat ook hebt, dat je eigenlijk op het einde van de maand een beetje aan het puzzelen bent om eigenlijk alle rekeningen te kunnen gaan betalen, ben je gesprek. Wat is nu hetgene dat ik bijvoorbeeld doe? Ik leer eigenlijk mensen hoe dat ze meerdere bronnen van inkomsten in hun leven kunnen gaan creëren, zonder dat ze dubbel zo hard moeten gaan werken. Om er eigenlijk voor te gaan zorgen dat we eigenlijk daar extra bronnen van inkomsten in hun leven gaan toevoegen, maar belangrijk op een passieve bron, op een passieve manier. Wat is een passieve bron van inkomsten? Het is eigenlijk heel simpel, dat je een bepaalde actie levert en daar meermalig voor betaald gaat gaan worden. Op die manier ga je eigenlijk meer zaken kunnen gaan realiseren in je leven. Dan ga je meer tijdvrijheid kunnen hebben. Dan ga je meer kunnen gaan genieten van je gezin of dergelijke zaken. Of algemeen de levensstandaard omhoog kunnen gaan krijgen. Ja. Dit was voor mij de eerste keer dat ik het las, toch wel iets van oké, hier heb ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja. Voor eigenlijk een extra bron van inkomsten aan jouw persoonlijk leven te kunnen gaan toevoegen. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk gaan doen? Dat is eerst en vooral een keer gaan kijken van hoe ben jij de dag van vandaag een inkomen aan het genereren? En wat zijn nu juist passieve bronnen van inkomsten? Wat heeft Robert Kiyosaki in zijn boek eigenlijk uitgelegd? Robert Kiyosaki heeft in zijn boek eigenlijk uitgelegd welke of op welke manier dat mensen de dag van vandaag een inkomen kunnen gaan genereren. We hebben eigenlijk het eerste kwadrant. Dat zijn de kwadranten van arbeiders of bediendes. Dat is het kwadrant dat het meest gekend is de dag van vandaag. Wat zijn die mensen? Dat zijn eigenlijk mensen die dat zeggen van kijk, ik ga mijn tijd gaan verhuren aan een derde persoon. In dit geval uw baas. In ruil voor die tijd krijgen die mensen eigenlijk een salaris terug. Wat is het voordeel aan dat kwadrant? Dat zijn mensen die een vast inkomen hebben. Die mensen die zullen tussen een gemiddelde van 1200 euro en 2000 euro netto aan het verdienen zijn. Is dat slecht? Nee, absoluut niet. Dat ga je mij niet horen zeggen. Maar daar is het voordeel aan. Die hebben daar een stabiel inkomen. Wat is daar het nadeel aan, in mijn ogen? Die mensen die hebben eigenlijk
Geen tijdsvrijheid. Wat bedoel ik daarmee? Uw baas gaat morgen voor u beslissen. Kijk, beste persoon X, jij krijgt van ons een regime van 9 to 5. Je moet van 9 to 5 komen werken. En die zijn eigenlijk alleen maar een inkomen aan het genereren tussen de blok van 9 to 5. Dat kan ook zijn met een vroege of met een late. Dat principe blijft eigenlijk hetzelfde. In dat voorbeeld van je 9 to 5, dat zijn mensen die dat voor 9 uur eigenlijk geen inkomen aan het genereren zijn. Na 5 uur eigenlijk ook geen inkomen aan het genereren zijn. Ja. Dat zijn eigenlijk mensen die dat heel simpel zeggen. Ik ga mijn tijd verruilen in ruil voor een inkomen. Dat zijn eigenlijk wat die mensen eigenlijk zeggen. Is dat verkeerd? Nee, dat ga je mij absoluut niet horen zeggen. Maar dat zijn heel vaak mensen die dat bepaalde dromen hebben, die dat bepaalde doelen in hun leven willen gaan realiseren, die dat zeggen van kijk, ik zou graag een sit-tip willen gaan doen, maar de centen zijn er niet, dus we moeten eigenlijk gaan sparen. Aan de tweede kant, als die morgen een week vrij willen nemen, moeten die eerst toestemming aan die derde persoon gaan vragen. Dus die mensen zijn eigenlijk altijd afhankelijk van iemand anders. Ja. Ik heb jaren actief geweest in het tweede kwadrant. Dat is eigenlijk het kwadrant zelfstandig. Dat zijn inderdaad mensen die dan zeggen van kijk, ik wil mijn kostbare tijd niet aan een derde persoon gaan verhuren, maar ik wil die aan mijzelf gaan besteden. Dat zijn eigenlijk mensen die dan zeggen, ik wil mijn eigen baas zijn. Daar is eigenlijk voordeel van aan. Dat zijn mensen die dan eigenlijk hun eigen baas zijn. Maar is daar het nadeel persoonlijk, vind ik aan, die mensen zijn geplafonneerd. Wat bedoel ik daar nu mee? Als morgen een zelfstandige zegt van kijk, ik zou graag meer gaan verdienen, dan weet een zelfstandige, oké, super, dat is mogelijk. Want ik kan dat gaan doen, dan moet ik eigenlijk gewoon harder gaan werken. Als een zelfstandige morgen 8 uur gaat factureren, of die gaat er 12 verdienen, of de andere zelfstandige gaat 12 uur factureren, die persoon van 12 uur gaat meer gaan verdienen. Zeg je als zelfstandige, ik wil de mogelijkheid hebben om meer te gaan verdienen, gaat je eigenlijk gewoon meer uren moeten gaan werken. Het nadeel in mijn ogen, vind je eraan, die zijn uiteindelijk ook geplafonneerd. Wat bedoel ik ermee? Er is maar 24 uur op een dag. Je kunt maximum maar 24 uur factureren. Dat is iets waar niemand kan 24 uur per dag werken. Want je moet ook tijd hebben om met je kinderen te kunnen spenderen of met je gezinssituatie of algemeen gewoon eens te kunnen slapen. Ja. Dat vind ik persoonlijk aan dat scenario het nadeel. Het voordeel daaraan wel is, dat zijn mensen die hun inkomen hoger kunnen gaan leggen. Ja. Maar het nadeel is, als je morgen aan een zelfstandige vraagt, hoe is het met u? Die zijn antwoord is 9 kansen van de 10, ik heb het waanzinnig druk. Zelfstandigen zijn heel vaak slaaf van hun onderneming. Nadeel aan een zelfstandige ook is, vind ik persoonlijk, als die volgende maand dezelfde inkomsten gaan moeten realiseren, gaat die dezelfde actie moeten gaan leveren om diezelfde inkomsten te gaan realiseren. Ja. Eigenlijk het nadeel aan zelfstandigen is, dat is iemand die dat eigenlijk altijd gaat blijven werken. Als we die twee kwadranten met elkaar gaan vergelijken, hebben we eigenlijk het bovenste scenario, waarvan dat mensen zeggen van kijk, ik heb bepaalde dromen en doelen in mijn leven dat ik wil gaan realiseren, maar ik heb de financiële middelen niet om daarvan te gaan genieten. Ik zeg niet dat die mensen niet veel geld verdienen, ik zeg gewoon dat die mensen afhankelijk zijn van iemand anders. En hoe kan je als arbeider die de dag van vandaag op vakantie gaan, is door eigenlijk heel het jaar door te gaan sparen. Omdat ze, zoals op mijn vorige pagina, mensen heel vaak afhankelijk zijn van hun rekeningen. Zelfstandig kwadrant, dat zijn mensen die meestal wel de financiële middelen hebben om te gaan genieten van het leven, maar die hebben de tijd eigenlijk niet. Die missen eigenlijk tijd. Dus die twee kwadranten spreken eigenlijk tegen elkaar. Hoe komt dat nu uit? Omdat die twee actieve bronnen van inkomsten zijn. Wat is een actieve bron? Zoals ik heb gezegd, die moeten een actie leveren en daarvoor worden die betaald. Als die volgende maand dezelfde verdiensten of gelden willen binnenkrijgen, gaan die dezelfde actie moeten gaan leveren. Ja. Wat doe ik nu voornamelijk? Ik ben me eigenlijk gaan focussen op een passieve bron van inkomsten. Welke mogelijkheden heb jij als passieve bron van inkomsten? Dat zijn bijvoorbeeld mensen die daarmee een bepaald systeem werken. Dit wordt ook wel eens een business owner genoemd. Ja. Wat zijn mensen die een bepaald systeem hanteren? Dat zijn eigenlijk mensen van kijk, of mensen die gaan zeggen, ik ga met een bepaald team gaan werken. En dat team gaat er eigenlijk voor zorgen dat ik bepaalde inkomsten ga realiseren. Dit is al iets minder gekend. Ik ga een voorbeeldje geven. Je hebt bijvoorbeeld de persoon, als je morgen een franchise van McDonald's koopt, als een klein, om als voorbeeld te nemen. Je hebt nog nooit de eigenaar van McDonald's zelf in de keuken zien staan en burgers aan het klikken zijn.
Wat heeft die persoon gedaan? Die heeft eigenlijk een team, een aantal mensen in dienst genomen, die opgeleid, die begeleid, om eigenlijk die McDonald's autonoom te kunnen laten draaien, in te spreken. Dus die is eigenlijk bezig geweest met mensen op te leiden, te begeleiden, en ervoor te zorgen dat die mensen eigenlijk voor hem een inkomst, voor hem een inkomen gaan realiseren. Vanaf dat die uiteindelijk op het punt komen dat die McDonald's eigenlijk autonoom draait, is die zaakvoerder in principe niet echt meer nodig. Die kan genieten van andere zaken in zijn leven. Wat is die actie dat die heeft geleverd? Die mensen opleiden, die mensen begeleiden, die mensen sturen, zorgen dat zij hun job kunnen. En dan gaat hij daar meermalig voor betaald worden. Dat is in mijn ogen het grote voordeel. Want dat is eigenlijk een passieve bron van inkomsten. Je gaat een actie leveren en je gaat daar eigenlijk meermalig voor betaald worden. Ja? Hoe groter dat die actie is, hoe groter dat die meermalige betalingen gaan zijn. Tweede kwadrant. Waar dat mensen een inkomen in kunnen gaan genereren, dat zijn eigenlijk de investeerders. Wat is nu eigenlijk een investeerder? De illusie leeft in dat we vandaag, dat je om investeerder te zijn, een heel groot kapitaal nodig hebt. Dat is in de praktijk niet altijd het geval. Het principe van een investeerder is eigenlijk redelijk simpel. Een investeerder die zegt eigenlijk van, kijk, ik ga mijn geld voor mij laten werken, om daarvoor meer geld voor terug te krijgen. Dat zijn eigenlijk de mensen die dat van 1 euro 2 euro kunnen maken. Dat zijn eigenlijk die mensen. Die laten eigenlijk hun geld voor hun gaan werken. Investeerders die genieten de dag van vandaag meestal van locatievrijheid. Waarom? Omdat zij nu op een bureau zitten, of dat zij nu op een strand zitten, die hun geld is dezelfde actie aan het leveren. Dat zijn ook mensen die daar locatievrijheid of tijdsvrijheid hebben, maar die niet afhankelijk zijn van een 9-to-5 regime of wat dan ook. Ja. Wat is nu het verschil? Of wat is nu het verschil tussen de investeerder of tussen de arbeider? Heel veel mensen denken, investeerders, dat zijn super slimme mensen. Niet altijd. Wat bedoel ik ermee? Het enige verschil tussen een arbeider en investeerder is dat een investeerder een bepaalde tijd heeft genomen om een bepaalde kennis te gaan vergaren om ervoor te kunnen zorgen dat zijn geld voor hem gaat gaan werken. Dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd, een investeerder. Hoe kun je kennis gaan vergaren? Dat is afhankelijk van in welke markt dat je wilt gaan doen. Je kunt vandaag en dag kunt je analyses gaan maken over de aandelenmarkt, hoe dat bepaalde bedrijven werken, hoe dat bepaalde bedrijven kunnen groeien of kunnen dalen. Je kan kennis gaan vergaren over e-commerce, over dropshipping, hoe dat je dat principe eigenlijk kunt gaan toepassen. Je kunt in de forexmarkt kunt je kennis gaan vergaren om dat eigenlijk te kunnen gaan leren. Key note van heel dit verhaal, en dat was voor mij eigenlijk ook frappant, is die kennis. Wat is het verschil tussen een goede investeerder en een slechte investeerder? Die goede investeerder heeft voldoende tijd genomen om iets te kunnen gaan leren dat er eigenlijk voor zorgt dat inkomsten voor hem gaat gaan genereren. Ja. Als je graag zou willen weten hoe dat dit in zijn werk gaat, want dit is iets dat ik zelf heb gedaan. Ik ben jarenlang zelfstandig geweest. En ik heb eigenlijk voor mezelf de overstap gemaakt naar investeerder en naar business owner, door gebruik te maken van een online platform. Ja, die dat mij die kennis gaat gaan verschaffen, of heeft verschaft, hoe dat ik dit persoonlijk in mijn eigen persoonlijke situatie heb kunnen gaan toepassen. Had je graag meer informatie gehad over dat online platform, of gewoon graag vragen aan mij kunnen gaan stellen, hieronder ga je de link tegenkomen van onze Instagram-pagina van Eagle Vision. Dat is eigenlijk de community waar ik en mijn team in bezig zijn. Als je naar die link gaat en je post een groepje of je gaat een berichtje sturen, vraag naar Conor Larenberg en dan kom je bij mij in contact. Ik zou u graag willen bedanken voor uw tijd om hier naartoe te luisteren. Ik hoop eerst en vooral belangrijk dat er een bepaalde mindshift is gekomen of dat je zoiets hebt van, ja, dit is precies wel interessant. Ik moet hier wel iets verder over nadenken, want ik zit in een scenario waar dat er eigenlijk meer zou kunnen. Dank u voor uw tijd.